De dienst Justitiële Inrichtingen is een van de grootste overheidsorganisaties van Nederland. Met jaarlijks zo'n 36.000 gedetineerden die instromen, ruim 13.000 medewerkers en meer dan 50 gebouwen, is de impact op het milieu groot. Die impact willen we verkleinen door onze gevangenissen te gaan verduurzamen. We gaan groene stroom inkopen, maar we gaan het ook zelf opwekken. Vanaf 2020 Gaan we onze baaiensdaken voorzien van zonnepanelen? Ik vind het idee van DEI fantastisch goed. Uh, het is echt een probaatmiddel met die zonnepanelen om die duurzaamheid ook vanuit de rijkskant handen en voeten te geven. Ik ben 25 jaar geleden op slag verliefd geworden op zonnepanelen en heb dat nooit meer losgelaten. Ik ben de schooldakrevolutie begonnen, 6000 Nederlandse schooldaken op zonnestroom. En toen ik van DEI hoorde dat ze alle daken vol willen leggen, ja toen zei ik fantastisch, een baaisdakrevolutie. Het RVB is bezig met routekaarten, samen met Defensie, met Justitie, andere partners... Routekaarten betekent een natuurlijk moment voor elk gebouw bepalen om alles te doen wat met duurzaamheid te maken heeft. Nou, als er één goede combinatie is, is het natuurlijk de combinatie met het initiatief van DEI. Wij vinden dit initiatief van DEI en RVB een heel goed initiatief. Hoe meer partijen, en zeker grote partijen als DEI, hun daken gebruiken voor de energietransitie, hoe beter het is. De inschatting is dat er ongeveer 30.000 vierkante meter zonnepanelen geplaatst kunnen worden op de daken van de inrichtingen van DEI. Deze PV-panelen leveren samen ongeveer 4,5 miljoen kilowattuur energie per jaar. Als grote organisatie in Nederland nemen we onze verantwoordelijkheid. Dat doen we door actief onze ecologische voetafdruk te verkleinen. We willen laten zien dat het kan. We willen u uitnodigen om met ons mee te doen. Top idee! Wij zijn echt dé natuurlijke partner om samen op te trekken. DEI geeft het goede voorbeeld. Leven de revolutie!